Op enkele plekken in Rotterdam kwam het tot ongeregeldheden en vernielingen na het afbreken van de antiracisme-demonstratie gisteravond. Ruiten, hekken en terrasstoelen werden vernield en zwaar vuurwerk afgestoken. Uiteindelijk moest de ME ingrijpen om ervoor te zorgen dat iedereen naar huis ging. Dames en heren, deze demonstratie is door de organisatie beëindigd. U wordt allen verzocht huiswaarts te keren. En er zijn dus, zoals ik zei, ook vernielingen aangericht. Heeft u dus al ondernemers gesproken over wat er precies gebeurd is bij hen? Ja, woedende ondernemers. Die maandenlang dicht moesten. Die net hun terras weer in de lak hadden gezet. Het was mooi weer gisteren. Die snakken naar gasten. En dan komt er zo'n groepje vandalisten langs die dat terras kort en klein slaat. Je kan er met je hoofd niet bij. En daar maak ik me echt ontzettend boos over. Dus Hoe groot is de schade? Is daar iets over te zeggen? We proberen dat nu in kaart te brengen. Maar we weten dat bij een aantal terrassen dat gebeurd is. Maar al één terras is al te veel. Dus we hebben ook nu direct schriftelijke vragen ingediend om te kijken of die mensen zo snel mogelijk opgespoord kunnen worden. Want natuurlijk, demonstreren is hartstikke belangrijk. Een hele belangrijke boodschap die daar wordt gegeven. Maar je houdt je wel aan de regel. Ja, maar dit soort excessen, dat is natuurlijk onverteerbaar. Maar zegt u dus ook, je moet die schade verhalen op de mensen die dit veroorzaakt hebben? Zeker weten. Weet je, we leven heel simpel in een rechtsstaat. Dat betekent dat je van andermans spullen afblijft. Dus ook van de trassen van horecaondernemers die net weer open kunnen. Marike, heb jij iets meegekregen van die hele situatie gisteren? En wat denk je dan als je die beelden ziet? Nou, ik merk bij mezelf dat ik inderdaad al meer ga nadenken over corona en over het optreden van de politie en noem maar op allemaal. Maar ik vond het gisteren toch ook wel opmerkelijk dat onze minister-president eigenlijk zei van ja, hallo, er is hier in Nederland ook wel echt iets aan de hand. Mm-hmm. En ik vond dat zo belangrijk, omdat ik zelf merkte, ik ben eigenlijk helemaal niet meer daarover aan het nadenken. Ik ben aan het nadenken over al die andere dingen. Maar waar denk je dan nu niet meer over na? Mensen voelen zich gefrustreerd omdat ze zich niet eerlijk behandeld voelen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk inderdaad dat dat aan de hand is. En die boodschap sneeuwt eigenlijk helemaal onder nu. Want we hebben het eigenlijk alleen nog maar met elkaar over de risico's van corona en over de rellen. En ik denk dat dat heel erg spijtig is. Want ik denk dat het heel erg belangrijk is waar zij het met elkaar en met ons over willen hebben. Ja, maar de vraag is dus dan wel, is dit het goede moment om deze demonstraties te voeren? Ik snap ook de emotie natuurlijk van deze mensen. Maar we hebben te maken met die coronamaatregelen. Heeft een deel daar dan toch gewoon lak aan? Nou ja, dat zie je. En ik denk dat Marike 100% gelijk heeft. Weet je, het is ontzettend zonde dat die ontzettend belangrijke boodschap, dat racisme het vergif is in deze samenleving, dat die ondergesneeld raakt door die discussie die nu ontstaat. Dus dat is ook ontzettend jammer. En je ziet dat er mensen lak aan hebben. Kijk, overal houden mensen zich aan de regels. Dus ik vind het wel heel terecht dat vervolgens, als mensen zich ook bij een demonstratie niet aan de regels houden, daar wel wordt gehandhaafd. Is er ook goed gehandhaafd, vindt u? Ja, ik vind dat er goed gehandhaafd is. We hebben, tenminste op basis van de informatie die we nu hebben. We hebben afgelopen maandag namens de VVD gelijk vragen gesteld nadat we in Amsterdam zagen van burgemeester Abdaleb. Gaat u wel handhaven in Rotterdam? Daar heeft hij ook bevestigend op geantwoord. En hij heeft woord gehouden. Dus op een gegeven moment zijn een aantal mensen gewaarschuwd. Er is gezegd, als jullie niet meer gaan verspreiden, er was genoeg plek. Als jullie niet meer gaan verspreiden, dan moeten we de demonstratie afbreken. En dat heeft hij uiteindelijk ook gedaan. Ja, toch is wel ook Rotterdam wellicht overrompeld door dat enorme aantal mensen dat daar naartoe kwam. Had dat toch anders ingeschat moeten worden? Nou, er was genoeg plek, hè? Dus we wisten natuurlijk ook wel met de aandacht die er was dat daar ontzettend veel mensen naartoe zouden komen. Bovendien, Rotterdam is een ontzettend diverse stad. Dus het was wel te verwachten. Dat heeft de burgemeester ook gezegd. En er was ook plek voor meer dan 5000 man. Hè? Het idee was dat we om het Noordereiland zouden staan, om de Maas, over de Willemsbrug. Alleen wat je zag gebeuren is dat iedereen op een kluitje ging staan. Niet luisterde naar de instructies van de politie en van de organisatie. En dat vind ik toch eigenlijk. Dan vraag ik me af, als je diezelfde dag via een Skype call naar een begrafenis hebt moeten kijken van een oom, en je ziet vervolgens dit, dat mensen zich niet aan de regels houden. Ja, dat vind ik niet met elkaar te verenigen. Wat kunnen we hier dan van leren? Van wat er nu gisteren in Rotterdam is gebeurd? Want vandaag is er ook weer een demonstratie in Arnhem. Morgenavond in Utrecht.
Welke lessen kunnen we trekken? Nou, wat we gezegd hebben natuurlijk altijd, wat je Halsema zag zeggen direct na wat er in Amsterdam gebeurde. Het is de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Nou, blijkbaar kunnen ze die verantwoordelijkheid voor een heel groot deel niet nemen. En dan moet je dus als overheid op voorhand, en dat is in Rotterdam voor een heel groot deel al gedaan, maar dat moet dus blijkbaar nog meer. Maar wat moet er dan meer? Nou, moet je het dan verbieden of een maximum aantal demonstranten toestaan? Dat geldt sowieso. Hè. Dus op een gegeven moment zijn er ook wegen afgesloten om te zorgen dat er niet nog meer mensen komen. En je moet ook met de organisatie denk gaan praten. Kan er niet op een andere manier. We zijn gaan klappen voor de zorg, maar dat hebben we allemaal voor ons huis gedaan. Hè, daar zijn we niet voor met z'n allen naar het Malieveld gegaan. Dus er zijn ontzettend veel manieren en we moeten afvragen of het op deze manier nog wel kan. Ja.